ben onderweg naar Arnhem. Daar woont de 28-jarige Aydina in een klein maar fijn huurhuisje in een gezellige volksbuurt. Hoewel, gezellig is het niet echt meer de laatste tijd, want sinds de komst van haar nieuwe buurvrouw is Aydina's leven veranderd in een ware hel. De buurvrouw heeft namelijk twee kleine keffertjes en die doen hun naam eer aan. Die keffen volgens Aydina de hele dag. En daar wordt ze zo langzamerhand...